Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Bloodstained Ritual of the Night. Vandaag zijn we bij de finale. Nah, I'm joking. Vandaag gaan we eigenlijk de Hall of Termination door. Ja, ik weet het. Het klinkt als een finale naam, ja. Kan je ook wel weinig aan doen. Maar ja, Hall of Termination. Pas simple enemies. Ex-outsider. Titania. Ga begin. Een trouwwiel burger en de muziek hiervan is Ritual of the Night. Ja, alles scheelt hier ook gewoon. Endgame. Ik kan eerst er ook niet anders van maken. Het scheelt gewoon endgame. Maar ja, het is technisch niet endgame. De grap van deze is dat eigenlijk dit net zoals heel veel andere Metroidvania's beginnen sinds Area of Sorrow. Deze heeft een bad ending en een true ending. En ja. De grap van deze. Ah, we missen een enemy. We zullen nog een blad brengen. Hier is Gable. En heel veel items die je kan krijgen zijn echt de beste items van de game. Zoals een mithril, et cetera. Dus gewoon goed voor je resources. Maar ja, korte enemies hier. De Bloodbringer, sterk zwaard. Kan je ook de familiar Bloodbringer geven. Dan heb je de Ex-Outsider, gooit Exes. Uit Titania is een vee. Een Gamekin is een soort van slijpenier. Een gigantisch paard. Alleen dit keer maar met vier poten. En een Tri-Wheel Buer is... Jij hebt wel eerder gezien, dat is dat grote beest met de piano. Maar ja. Wat we hier hebben, is ook een plaats waar je ook een heel... Volgens mij was het hier of het is echt anders, ik weet niet meer zeker. Heb je de 8-bit room, maar komen we later. Ondertussen hebben we eindelijk de bounty klaar met Ex-Outsider. Let op, Ex-Outsider gooit enemies terug. En dat is... best kut. Want ja, als je op lage P bent en je bent net verslagen. Uh-oh. Je bent neer. Oeh, dat is mooi. Sponge cake. Nou. Titania hebben gigantische bijnangels. Geen idee waar dat vandaan komt. Want Titania is over het algemeen meer een... Nou ja, hoe zeg je dat? Meer de siren van... veeën, dus heel aantrekkelijk. Vaak ook gekoppeld aan vruchtbaarheid, et cetera. Moet dat de angel voor dan stellen? Ja, zou op zich goed kunnen. Nou, increase your mind, hartstikke mooi. Nou, daar hebben we de piano. Ja, ik weet technisch gezien, het is een chariot, maar I don't care. Het is een piano. Nou, de Silver Power Ring is heel mooi, maar ja, de power die je ervan krijgt valt op zich nog wel mee. Na verhouding zeggen we mooi van, ja, ik increase het met de enemy sling. Ja, zet een cap op en die cap is niet heel hoog. Het is geen infinite boost die het kan geven. Ja, en ik weet, ik ignore die fucking muur. En voor mij ga ik er niet meer naartoe, denk ik. Ik weet niet meer zeker. Ja, daar ga ik ook niet meer naartoe. Ik heb ook geen idee of dat nuttig was. Maar ja. Nou, wat eigenlijk het hier is... wat we hier nou gaan doen, is het volgende. Hier zit Gable op ons te wachten. Omdat Gable hier op ons zit te wachten. Hartstikke mooi. Wij zijn een beetje fucked. Maar ja, omdat de fight met Gable zometeen niet heel lang gaat duren. Leg ik alvast niet even zijn hele ding uit. De grootste grap van Gable is blijf uit zijn buurt en spring. En dan zou je kunnen zeggen van oké, maar ze dat kunnen uitleggen nu. Laat dat ook terug in de fight kunnen uitleggen op basis van hoe kort het is. Ja.
Doe dat alsnog nu. Kom maar door. En nou ben je er. Oh, oud. Nou. En weer de ex-outsiders met de tribal beware. Het is echt. Het is tenminste niet zo erg als Ghouls and Ghosts. Als jij letterlijk één klein stapje naar links zet. En net bij een enemy offscreent. Dat hij weer respawnt. Nou, hoppakee. Nog één poging. 1, 2, hoppakee. Kan dus wel. Kijk, zo hoog komen we dus niet. Zonder een walljump of wat dan ook. Oeh, nice. Wat krijgen we? Luck, strength, spells. Reduces MP consumption. Weet je wat? Dat is op zich een hele goede om te hebben. Ja, zo hoog kunnen we niet springen. Kom maar door. Dank u. Dat is een genade van verre enemies. Maakt niet uit welk wapen je gebruikt. Je komt nooit echt dicht in de buurt ervan. Als zij flink aan het vliegen zijn. Nou, hebben we die deur open. Zo belangrijk is deze plek niet. Dus we kunnen gewoon rustig weer teruglopen. Maar het gaat puur om even de deur te openen. Zodat wij ook weer verder kunnen. Dat ziet er weer uit als een speciale room. Waar we later toe kunnen gaan. Volgens mij was dat wel de lottery. Ja, dat is de lottery. Wil je money, moet je die boss doen. En ja, de safe room is de indicatie van... Hey, je bent bijna bij het einde. Of tenminste, bijna het einde van het bos. Maar je zou op zich al kunnen zeggen van... Oké, maar de Hall of Termination zit nu op 50% completion. Ja. Moet je nagaan hoeveel nog veel story er is daarna. In vergelijking met andere bad endings, ja, is het op zich best raar als je erover nadenkt. Want in Symphony of the Night is de bad ending als volgt. Je hebt Richter verslagen en voor de rest is er niks meer. Maar als je Shaft verslaat, nou als je het op de juiste manier doet en je verslaat dan Richter, dan draait het kasteel helemaal op. Alleen het kasteel is, als ik het goed heb, niet 100% een kopie ervan. Dus dan heb je voor mij 40% ervan wat je moet nakijken. Ik weet niet meer zeker. RF Sorrow is daar het geval niet van. Want RF Sorrow heeft gewoon een mooi voorbeeld. Want die pakt maar een x aantal rooms daarvan. En ik weet niet. Ik vind dat iets fijner dan de hele game weer opnieuw door te spelen. Of de hele map. Maar ja. Het is boss tijd. Ik heb al gezegd wie het is. Als de Switch het nog leuk vindt vandaag om te laden. Ja, mooi. Dank u. Ja, het idee van Gable in dit geval is... Wij hebben zoveel shards, wij worden wel monster. Echt. Ja. Ja, Gable, you're fucked. Is de grap. Wat Gable aan heeft, dat is geen shardbinder of glas in lood kleding. Dat is letterlijk de shardbinder abilities die gewoon uit hand gingen. Bij ons zijn het kleine dingetjes, kleine tatoeages. Maar ja, bij hem is het eigenlijk het hele lichaam als of wat. Maar ja, meneer heeft icicle spells, meneer heeft fire spells... Meneer is gewoon gigantisch Dracula, de standaard Dracula instelling eigenlijk, als Dracula spells die je nog niet ook al hebt. Na een tijdje gooit hij ons tegen de muur aan.
draint hij ons een klein beetje van onze health. En dat is eigenlijk de indicatie dat wij op de helft zijn en bijna hebben verslagen. Je ziet hier een rode maan. Onthoud, dat is belangrijk voor later. En daarmee hebben wij Gable verslagen en zijn wij klaar. Want dat is de hele fucking bad ending. Want uiteindelijk, Gable is verslagen, maar ja, voor de rest weten wij niks. Ja, nee, dat is precies het hele ding. Gable is verslagen en dat is eigenlijk een beetje het hele ding. Het kasteel staat er nog. We hebben geen idee wat er met Grimmery aan de hand is. Ja. Laten we nou niet de kerk demonen gaan exorciseren of verwijderen. Dat komt nooit goed. Die gaan ze echt voor onszelf gebruiken. Dus laten we dat gewoon niet doen. Dus ja mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.